meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de komst van bedrijventerrein Wijkenvoort. Na een lange online vergadering is de raad voor om 80 hectare geschikt te maken voor bedrijven langs de A58 tussen Gils en Tilburg. In het gebied Wijkenvoort zitten nu nog vooral recreatieve bedrijven en boerderijen. Die moeten nu gedeeltelijk plaatsmaken voor groene en innovatieve bedrijven in de logistiek en maakindustrie. We hebben de afgelopen maanden denk ik een heel goed debat met elkaar gevoerd over alle voor's en tegen's. Die zijn heel goed aan bod gekomen. En ben blij dat we nu een besluit hebben genomen in de gemeenteraad. En dat we nu ook vooruit kunnen gaan kijken. Ja, ik ben wel echt teleurgesteld, zeg maar. Na 2 weken geleden dat we ook echt allemaal mensen hun stem hebben laten horen. Negatief dat ze echt tegen Wijkenvoort zijn, maar ook progressief, weet je, dat ze andere plannen hebben voor dit mooie gebied. Dan denk ik, ja, het is toch echt jammer dat we dan toch gewoon doorgaan met die plannen. We hebben geluisterd naar de bezwaren die de inwoners hebben. En hoe zij de voorstellen die ze ook hebben om het plan beter te maken. En daar hebben we ook verschillende voorstellen voor ingediend. Dus niet alle bedrijven zijn welkom, niet de grote overlastgevende bedrijven. We zorgen ervoor dat het groen eerder wordt aangelegd, zodat de bedrijven ook minder goed zichtbaar zijn voor inwoners. En inwoners gaan ook een plek krijgen in het proces voordat een bedrijf zich mag vestigen. Dus ook daar kunnen zij nog steeds van zich laten horen. En ik denk dat we daarmee het plan beter hebben gemaakt dan hoe het plan ook eerder was. Ja, er komt nog een bestemmingplan en dat is echt het eindstation. Dan gaan we het hebben over de criteria, over de dozen die er komen. Maar ja, goed, we willen het gewoon niet. En dan is er nog één weg en dat is de rechter. We gaan het bedrijventerrein pas ontwikkelen als er ook een concrete vraag is. Dus het moet een bedrijf zijn dat interesse heeft. Het moet voldoen aan alle eisen die we met elkaar hebben gesteld. Milieu, het gebied, et cetera. En pas als het aan al die eisen voldoet, dan pas mag het zich vestigen op Wijkenvoort.